Een recent onderzoek door de Universiteit van Antwerpen heeft uitgewezen dat ongeveer 25% van de twintigers nu al reeds permanente gehoorschade heeft. We leven nu eenmaal in een heel lawaaierige maatschappij, dus eigenlijk kan iedereen wel gehoorbescherming gebruiken. Vandaag de dag ben ik sterk bezig met hoe wil ik mijn leven zinvol invullen. Als ik achteraf, als ik ooit terugkijk, ga ik daar tevreden over zijn? Wat ga ik betekend hebben in het leven? Voor mezelf, maar ook voor andere mensen. En dan ligt die link naar gezondheidszorg toch voor de hand. En ik heb dan ook het geluk gehad de laatste jaren om een aantal functies te mogen combineren. Daar waren aankoopfuncties bij, waarbij we echt wereldwijd konden gaan kijken wat zijn de meest innoverende producten vandaag in die specifieke niche op de markt. Hoe kunnen we die dan in België gaan introduceren? Hoe kunnen we mensen daarvoor gaan warm maken om daarvoor open te staan voor die nieuwe technologieën die er toch zeker elke dag zijn en bijkomen? Er wordt vandaag zeer goed gesensibiliseerd, zowel door overheid als door organisaties die nu ook verplicht worden om gratis ter beschikking te stellen. Dat leidt ertoe uiteraard dat mensen, bijna iedereen tegenwoordig wel weet dat het beter is om gehoorbescherming te dragen. Wat ik wel zie, is dat heel veel mensen nu slechts twee producten kennen. Dat zijn enerzijds wegwerpdopjes, anderzijds de dure op maat gemaakte dingen. Dat is niet de boodschap die ik wil geven. Waar ik eerder naar streef, is om mensen een beetje nieuwsgierig te maken, om ze enthousiast te krijgen, om dingen uit te proberen, om gehoorbescherming te gaan, verschillende dingen te gaan proberen, om zo eens te kijken wat het best voor hun geschikt is. Want net zoals schoenen, is niet elke schoen geschikt voor iedereen. En niet elk oordopje is geschikt voor iedereen. Mensen kunnen dat best uit zichzelf even testen, wat het meest geschikt is voor hun. En zo gaan we denk ik tot een meer duurzame oplossing komen dan dat we iedereen gaan zeggen van kijk, dit is een standaard oplossing voor iedereen en we gaan dat bij iedereen verplichten. Voor mij was het eigenlijk zaak om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. En het was dan ook een heel aangename verrassing dat het Sportpaleis voor ons mee in dat verhaal wilde stappen. We kunnen niet aanwezig zijn met onze stand op al hun evenementen en zo bereiken we enorm veel bezoekers. Een oordopje waar volgens mij heel weinig aandacht aan besteed wordt, is het herbruikbare, maar toch budgetvriendelijke oordopje dat toch ook wel een filterend effect heeft. Je hebt die in alle varianten, dit is er maar één van. Het zijn de zogenaamde parapluutjes, die heel gemakkelijk in het oor gaan. Je kan ze hergebruiken en ze hebben al het filterend effect. Wat wil dat zeggen? Je gaat geen verlies hebben of heel weinig verlies van muziekbeleving. Je gaat er ook nog veel gemakkelijker mee kunnen praten. Dus eigenlijk bieden zij de voordelen en de redenen waar mensen wel eens voor afschrikken om net geen oordopjes te gaan dragen, omdat ze dan bang zijn dat ze niets meer gaan horen, dat ze niet meer kunnen praten en dat ze nog heel weinig beleving gaan overhouden. Dus er is een perfecte oplossing. En dit is een oplossing die maar enkele euro's kost. Dus we denken echt dat we mensen toch overtuigd of meer over kunnen overtuigen om oordopjes te gaan dragen. Wanneer ze de kennis verkrijgen van alle verschillende oplossingen die er toch wel degelijk zijn. Het is absoluut mijn doelstelling om gehoorbescherming niet hip of trendy te maken. Alhoewel dat misschien daar naartoe zou kunnen groeien. Maar vooral iets alledaagser. We dragen allemaal schoenen om onze voeten te beschermen. We dragen allemaal een jas als het regent. Het zou vanuit dezelfde gewoonte moeten zijn om oordopjes te gaan dragen wanneer we onderhevig zijn aan lawaai.